Helemaal, welkom bij nog een footdraft. Blij dat jullie het leuk vinden. Ondanks dat ik echt suk 4-5 verloren in onze laatste wedstrijd. was echt erg. Maar we hebben dus nog coins voor 2 footdrafts. En zodat we hier een kei goede of kei goede pack uit zouden moeten krijgen. Um, ja, oké, okay, het spelen, het gaat nog wel. Hè. Als je het beziet, is niet dat het super slecht het is. Een 4-1-4-1, een 5-3-2. Of een 4, 2, 3, 1. Uh, ik ga voor een 5, 3, 2 jong. Dat zie je niet zo vaak. En ik wil dat wel eens testen. Misschien heb ik meer verdedigers nodig om een spelletje FIFA te kunnen winnen. Dus we gaan ervoor. Let's go! Wie krijgen we? We krijgen hier al direct 97 Rated Suarez. Dat is een heel goede start. Oh, nice. Gabriel Jesus of Manzoukic. We gaan voor Gabriel Jesus. Dat is de beste man die dat we kunnen gebruiken en dan nu. We krijgen we hier Isco in de Disco. Dat is goed. Wie krijgen we nog, ik denk dat dat misschien wel echt moeilijk is om zo'n team als dit te linken. Kanté altijd een beast -guard. En dan de volgende is KDB, KDB of moeten we Thiago pakken? We gaan voor KDB, voilà. Hier krijgen we Strong Link van Man City. Eventjes naar een linkse verdediger gaan. En oh my deus, Dat is niet wat we nodig hebben. We gaan hier even die Spanjolaar pakken. Dat krijgen we dan nog? Reed kunnen we gebruiken. Ja, dat is de enige. En het ziet er niet goed uit. Het ziet er geen uh, 193 rated draft uit zoals vorige keer. Om Titi. Bailey. Dat is ook wel een sicke kaart. We gaan voor Bailey. Misschien hadden we een Titi kunnen pakken. Maar. Oeh, nice. Nesta, Nesta, Nesta. Die moeten we hebben. David Luiz kwam ook perfect van pas. Maar een icon voor een beetje link te krijgen in het team komt altijd van pas. Oh, Kyle Walker voor op de rechtse flank. Nice. Dan moeten we eigenlijk juist Isco misschien nog wisselen. Ik weet niet. Wat we daar nog juist mee van plan zijn. En oh my god, 97 graden. De gea, nu ziet het er terug goed. Het ziet er terug ultra beast uit. Oh, Loris ook nog eens, de Franse beast. Kom maar, jongen. Geef ons nog goede spelers. Zegelaar kunnen we gebruiken. Evra, desnoods ook, maar we gaan voor Zegelaar voor ons team te upgraden. We hebben nu al 96 geredet. en We hebben nog zoveel plek over. Voor ons team te versterken. Oh, Alonso. Yes, 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 yes. Alonso. Maar Dani Alves is ook zo'n beestkaart. Maar we hebben Alonso nodig. 100%. Van 75 naar 84 gereden. Nu misschien nog een verdediger middenvelder. Rakitic. Geef ons een Basha link. Gaan we hem pakken of Bakayoko. Ik voor Rakitic. Rakitic voor... Extra link met Suarez. Come on. Henderson meepakken voor de zekerheid. En wie hebben we hier nog? Rashford, Continuo, Sterling. Dan pakken we maar Rashford. En uh, onze pro players blijven momenteel even uit. Rose, Barkley. We pakken Neymar maar mee als super saap, ook al past hij niet echt goed in de team, Mane, nee, Sanchez, Sanchez meepakken. Kan ik wel nog een verdediger, een bepaalde verdediger, Moses, moeten we niet hebben, Pameyang Allemaal links, links, links. Wat is met die linkse flank hier van kaarten, jong? O, 88 Raider Romelu Lukaku. Die hebben we nodig, Big Rom. In ons team. En oeh, 89 redet Malcolm Sigurdsson. Nice, de man die naar Barça is getrokken. Die eigenlijk naar Roma had moeten gaan. El Sharawi, Depay, 93 redet Taliska. En we pakken Depay mee voor de Nederlandse steun. Ons team even goed zetten. En dan kunnen we eraan beginnen. Oké, okay, de manager nog. Ons team staat. La Liga Santander. Geef ons 100 cam, we hadden sowieso al genoeg cam. Um, La Liga Santander, ja, daar gaan we dan voor. Hè. Voilà. Ofwel kunnen we Henderson nog plaatsen in ons team. Als we dat doen, dan hebben we wel Walker op hogere rating. Kijk, want we hebben nu 5 cam met Rakitic. We hebben 6 cam met Walker. Maar um, als we natuurlijk een Henderson of zo zetten. Ik denk, misschien Isco krijgt zelf nog meer. Nee, Isco heet ook 5 link. Nee, we pakken gewoon Rakitic. We gaan voor de rating. We mogen niet een 82 Henderson gebruiken in plaats van Rakitic. Hier, dat doet niets aan de rating af. En we hebben een dik team. We hebben toch nog een uh, 191 draft gedaan. Ik weet het zelf niet. Uh, min 1 rating met Suarez. We kunnen Suarez nog zetten. We kunnen Sanchez nog zetten. Obameyang, Depay, Neymar. Isco pak ik mee in plaats van Malcolm. Voor moesten we in centraal mid toch een uitvaller hebben. Jammer dat we hier in de verdediging misschien toch niet nog een special card hadden. Maar Bailey, iedereen weet dat Bailey gewoon beest is. Dus let's go. Hopelijk kunnen we eindelijk eens door die eerste ronde geraken. Oké, okay, onze eerste tegenstander. Young Caesar FC. En wat een team. Met Messi, Diego, Costa, Ronaldo, Kroos, Rakitic... Met uh, Wendel, met uh, Aspiliquet, Sergio Ramos, Varane, Walker en de uh, Gea in doel. 193 drive voor die boy, en Kabam. Hij schiet hier al bijna in ons doel. Maar we geven niet op natuurlijk. We geven niet op, of misschien wel. 0-1 achter, we komen weer al achter zoals elke keer. En dan nu, wij met de kans. Kunnen we iets maken van deze match? Dat de, is een corner die niet voor ons is. En die gaat dan toch wel binnen, zeker na 20 minuten. Krijgen we een goal tegen Aspili. Dat dan nog wel. Echt een kleine verdediger die hier toch wel scoort, zeker. En voor de rest gaan de ballen bij ons er niet in. Want Ikea die pakt alles tegen. En dan had ik al zoiets van: dit gaat het hem niet worden. Nee. Dus hier, Counter Costa komt. Hop, ze blijven weer schieten naar ons doel. We uh, gaan dit weer geven, toch niet weer een corner, dat leidt tot een goal, zeker. Kabam, en het naast. Is dat een nieuwe hoekschop? Jawel. En deze wel goed. Nope, wordt weggewerkt, maar dan komt er nog een kans. En dan, kabam, goal 0-3. En ik had iets van: fuck deze shit. En we gaan gewoon nog een draft klaarmaken voor jullie. I'm done. I'm freaking done. Echt waar. Fuck FIFA 18. Jongen, ik kan het niet, hè? Ik kan het gewoon niet. FIFA 18 was mijn. Ik speel al FIFA vanaf FIFA 13. Echt elk jaar. FIFA 13, 14, 15, 16. Oh, ik weet niet. Staan de video's nou op mijn channel? Ik denk het wel. Als je naar mijn FIFA 13, 14 video's kijkt, kijk ik met bronzen teams. Win tegen mannen die mij naar Ronaldo zitten. Of echt dat, dat ik speciale speciaal We gingen van rood van brons naar zilver naar goud. En ik, ik speelde toen echt gewoon standaard goed. Hè? Niet super goed. Hè? Niet AA 9 Skills naar pentest niveau. Maar gewoon goed FIFA. En. Nee, dit spel echt niet. Op een of andere manier niet. En. je Gaat het hier zien? Draf deelnames 18. 0 op 18. Beste teamscore, waarom staat er een 192 als ik een 193 had gisteren? Of is dat omdat dat geen 100 reden team was? Doelpunten tegen 66. Doelpunten gescoord 18. Ah En dan weten dat ik vorige maand ze nog 4 had gescoord. Dat is echt rampzalig. Maar allee, we gaan nog eens deze draft gewoon starten. Om te kijken wat voor spelers we hebben. Het is gewoon leuk voor het team te beelden. Maar voor de rest trek het echt op niets. 3-4-2-1 of een uh, 3-4-1-2? Ik denk een 3-4-2-1 is wel mooi. We gaan daarvoor, voor de 3-4-2-1. Met twee centraal mids. Nog flankspelers. Ho ho ho, Griezmann. Robben, De Bruyne, Messi, Ronaldo. We hebben natuurlijk nog special cards. We gaan voor Arjen Robben. Even de Nederlandse fans een beetje steunen. Misschien. Ik wil zeggen, misschien moesten we dingen hebben gepakt. Um, Griezmann. We krijgen Cavani in de plaats. Kunnen we hier een mooie link krijgen? We kunnen Di Maria pakken. We kunnen Muller pakken. We kunnen Eden Hazard pakken. Maar met Hazard zijn we niet veel. Misschien moeten we Di Maria wel pakken. Linken proberen hier Neymar te krijgen en we krijgen hem toch wel zeker, maar we krijgen ook 99 Ronaldo en die kunnen we natuurlijk niet laten zitten terwijl ik even een berichtje krijg, kan je eens even kijken. Oké, maakt niet uit, we gaan verder. Links, kom aan, Perisic, Costa, ja we pakken gewoon Sanchez hè. Je ziet wat we hier nog van kunnen maken. Hè. Saul. Oeh, Florenzi. Dat is echt een dikke kaart. Jongen, die Florenzi-kaart. Maar ik moet eigenlijk Saul pakken of Parejo. Maar Florenzi is zo'n mooie kaart. Maar we gaan voor Saul. We moeten, we moeten die 100 ratings in te halen. Kroos, Nangolan. Oh, Nangolan had gelinkt. Natuurlijk uh, Goretzka. Als we Muller hadden gepakt hadden we Goretzka, Robben, Muller gehad. Nu kunnen we wel Tony Kroos pakken. En die linkt hier dan toch. Krijgen we al een driehoek link. Allee, echt een driehoek kan je het niet echt noemen. Maar allee. Onze verdedigers. Hummels, vertongen Umtiti. Vertongen linkt met Sanchez. Umtiti linkt daar natuurlijk beter. Hummels, ja, die hadden we ook met Robben kunnen laten linken. We gaan voor Umtiti, de standaard Umtiti-kaart. En eens kijken wie dat we nog gaan krijgen. Bonucci, Van Dijk, laten we die maar pakken. Virgil van Dijk. En, oeh, mooi, Walker, Marquinhos. Als we daar nog een driehoekje kunnen maken. Miranda. Dat zegt mijn pa ook altijd. Bruma. Kunnen we een Nederlandse links maken. Ook nog eens een Duitser. Of we kunnen Walker pakken. En dan lijkt het logischer om Walker te pakken. Hè? Even zo steken, 74 rating. Kom aan nu een doelman. Loris, Loris. Ja, Oké, okay. Oblak. Oblak is nice. Loris is nice. De Gea is nice. De Gea of Loris. Ine minemitte. Ik ga voor de Gea. We gaan gewoon voor de hogere rating. En ons team is echt nog wel wat werk aan. Pak het Check ook maar mee zeker. Bij En nu. Middenvelders hebben we nodig Kimik. Oké. Okay. Uh, Efrazen hebben we niets mee. Fransman, CDB is een Fransman. Verschelko. We pak ik Kimik wel eventjes mee. Nou, Daniel Danielves, ballerin. Ballerine is een Spanjaard, dus die kunnen we laten linken, maar we kunnen Daniel Alves ook laten linken. Bellerine met Van Dijk en met Saul. Natuurlijk dikke pace. Misschien moeten we dat wel doen. Min 3 rating wel. Ah, manneke, dit ziet er niet goed. Uh, lamella. En tip. La even pakken. Ik weet niet waarom. Oké, okay, het wordt alleen maar slechter en slechter. Laten we de ex boy van Anderlecht pakken. Kliesten. En nu hier, Gomes, Salah. Continuo kunnen we gebruiken. Mbappé. Eh, Mbappé, dat zeg ik nu ook eh, We moeten Continuo pakken. Hè. Die kunnen we dan hier met Sanchez. Krijgen we plus 2. Rating moet omhoog, rating moet omhoog, rating, rating, rating moet omhoog en daar kan Zaza misschien wel voor zorgen. Kom aan, geef ons betere kaarten, dit is het nu. Dit is het niet, dit is het niet. Alright, hier is hem ze. De kaart waar we op aan het wachten waren. Voor die link te maken. Maar ja, we hebben voor de rest. Is het zo moeilijk om te linken met deze squad. Maar we gaan hem nu toch maar even pakken. Nou, kijk, we krijgen zelf min 3 als je Nijmar gebruikt. Hoe zielig is dat wel niet? Maar er kan nog veel gebeuren. Kom aan, Centraal, met centraal, met centraal, met. Billia. Billia kan linken. dat? Twee kaartjes, Hazard, hier, hè. Dit moeten we hebben, Hazard gaan we niet kunnen gebruiken. aguero linkt met Di Maria. Wel niet met Ronaldo. aguero is wel echt dik. Mictarian kunnen we niet echt gebruiken, maar Vidal. Vidal die zou het dan linken met Robben, maar voor de rest ook niet echt met iemand. Kante linkt met Umtiti. Dan kunnen we Sanchez laten staan. Uh, Neymar kunnen we er dan ook niet in brengen? Continuo linkt ook niet natuurlijk met Kante. We gaan voor uh, Sergio Aguero. En dan hier. Joaquin is de beste optie, denk ik. Hè? Of we moeten hier de pakken en die dan daar rechts spelen. Uh, papapam, en dan Franse link. We gaan die bushie pakken op een of andere manier. En ik ga proberen om dat team hier in orde te krijgen. Oké, okay, het team heeft toch een beetje vorm gekregen. Het is niet echt het uh, grootste wauw team dat er is. 95 teamgeest. Als we Robben op de plaats van de Lamella zetten, krijgen we min 3. Dat is 92. Met. Uh, Sanchez kregen we ook iets minder. Met Aguero kregen we ook minder. Dus dit is het beste dat ik ervan kon maken. En wat kunnen we hier nog mee doen? Pep Guardiola kan misschien wel de redder zijn. 98, 98, 97, 95, 95. Pep Guardiola. Premier League. Als we Aguero er nog in brengen, Bellerin. Sanchez er nog in kunnen brengen. 98 hebben we. Hier hebben we ook 98. Maar eens kijken, misschien kan het nog. Misschien kunnen we die 100 nog halen. Maar eens kijken, hè. Dus als we hier Sanchez, nee, krijgen we al min 2. En als we Bellerin daar zetten, min 6. Hmm. Nee. 98 rating, let's go. Check die squad: Varan, Carvajal, de Gea, Pele, Griezmann, Suarez, Royce, oh, oh, Modric. Pele, 98 rated. Come on, CR7, CR7. Ah, de voorsprong komt er niet. Oh, Cavani al binnen. Ah, kan niet voorgeven. I give up, I give up, I give up. Ik keer nooit meer terug naar FIFA Ultimate Team jongens. En ik, zeg, ik blijf een carrière mode boy. Ik uh, heb dingen graag gespeeld. Squad battles op Ultimate Team. Ik vind het concept Ultimate Team fantastisch. Maar ik suk zo hard tegen andere spelers. Ik kan precies gewoon niet meer gamen. Kijk naar dingen. Die Fortnite video dat ik heb gemaakt. Aim 0,0 zelf hier, competitiveness 0,0 dat gebeurt er als je ja, als je een jaar lang niet meer echt full continu gamet zoals dat je vroeger deed in de jongere jaren van mijn leven ook al ben ik nog altijd jong, maar de nog jongere jaren van mijn leven dat ik elke dag kastte, elke dag wel iets speelde, elke dag wel iets waarmee dat je moest schieten of weet ik veel wat waardoor dat je aim on point bleef nu ook is rampzalig. Maar um, ja, misschien komt dat wel terug als de winterperiode er wel aankomt. Kom aan, nog een kansje. Als we deze kans kunnen benutten, kom aan, die Maria. Doorgaan. Ronaldo, wat doet hij aan die flank? Oh, oh, die bal is te ver. Oh, my, die had die binnen van hem af. Hup, voorgeven. Cornertje. En hij gaat pauzeren. En ik ga het pauzemoment gebruiken om wat wissels in te voeren. Robben erop. En Neymar erop. En. Of Sanchez misschien. Hmm. Weet je wat. Nou we moeten Neymar pakken. Neymar is sowieso meer overpowered dan Sanchez. 2-0 game over. Bye bye jongens. Tot de volgende keer. <laughs> en dat zal dan toch bij onze FIFA carrière moeten glory zijn. Na Inter. Het volgende team. Oh my jongens, echt. Deze is. Rams, deze is echt erg. Ik heb nul no op nee. Oh, we krijgen een draft token. We krijgen een draft token. Deze video is nog niet gedaan. Maar ik ga in ieder geval niet meer spelen. Ik ga wel het team nog samenstellen. Dat is echt tof, team samenstellen. Dat vind ik mega leuk. Maar we gaan zeker niet meer spelen. Zeker niet. We maken het grootste team ever op FIFA. Geef ons een goede opstelling. Een 4-3-2-1. Een 4-3-1-2. 4-5-1. 5-3-2. Of een 4-2-3-1. We gaan voor de 4-3-1-2. Of, nee, we gaan voor de 4-5-1. Ik denk dat dat misschien het beste is. En voilà. we krijgen direct 98 Messi. aan, hoogste rating. Kunnen we dat? Kunnen we dat? 95 Muller, maar 87 Costa is misschien wel beter. Maar we moeten die Muller pakken. En oké, okay, hier gaat het ineens naar Worst. We zullen dan maar Maxim pakken voor de link met Muller. Wie kunnen we hier nog pakken? Eriksson, Forsberger geeft wel een link. Vasquez kunnen we misschien gebruiken. Eriksson natuurlijk. Forsberger mm, dan maar zeker. Toch een beetje de chemistry wat we willen houden. Oh. Oh. Ribéry. Oké. Okay. Oké. Okay, een uh, Bundesliga link krijgen we hier zeg. Dat zie je dat ook niet vaak. Oh my days. James Rodriguez. Ook nog eens. May. Zoveel spelers van de Bundesliga. Nog een speler van de Bundesliga, Max. We gingen voor uh, high rating, maar het ziet eruit dat we voor de Bundesliga gaan. Godin, Marquinhos, Bailey, Laporte. Wie moeten we pakken? Godin gaat echt met niemand kunnen linken. En buiten het over Marquinhos wel natuurlijk. Maar we gaan toch voor 96. Godin. Oh my days, Naldo. Perfect. Wie krijgen we hier? Mario Gaspar, Munier, Valencia, ballerin, Mario Gaspar of ballerin. Mario Gaspar geeft goede links. Tirlik geeft ook links met Godin. We komen al op 83. Teamgeest uit. En nu, kom aan. Goeie keeper, goede keeper, goede keeper. Jargersson, Bouwman. Dat is goed, Duitse keeper. Niet echt de rating dat we hoopten. Maar het is een Duitse keeper. En dan hier ter tegen. Is ook een Duitser. Misschien kunnen we daar nog iets mee doen. Laten we het hopen. En de volgende kaart. Varan. Augustin nog een. Uh... We krijgen hier nog een Wolfsburg speler. Roberto is natuurlijk wel een goede link. Sergio Roberto voor Messi. Varan is misschien ook een goede link. Laten we Varan maar even pakken. Carvajal. Oké, okay, dat komt goed, dat komt goed, dat komt goed. Lemar Isco. Cam Marco Reus. Reus. Gomez. Gomes. Pulisic. Uh, we gaan Pulisic meepakken. Of Carvalho. Marcial. Ribéry. Dat is wel een mooie kaart, anders... We gaan een politie pakken. Harry fucking Kane, Shakiri, Neymar 98, nee, gereden. Welkom in de squad, jongen. Nice. Oh, nice. Gabi. Deze boy moeten we hebben. Om een paar spelers te kiezen, Burki. Burki na Faso. Pam 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 pam. 99. Rated Ronaldo. <laughs> Mooi. Lelijk. Dit is lelijk. Gewoon oh, iemand niemand pakken, maakt niet uit wie. Wie kunnen we hier nog pakken? Tallo. Mee pakken. En dan isco voor de disco. En dan gaan we ons teamje proberen te vermooien. Oké, okay, voorlopig hebben we 9, uh, 93 rating. Eens kijken wat dat daar nog kan geven. 93, 94, 94, 93 95 kunnen we nog halen. Oké. Okay. dan eens kijken denk misschien met Pulisic er nog in te zetten. Dat we nog iets kunnen bereiken, misschien. Maar dan moeten we Messi wisselen voor Pulisic. Ja, we kunnen tot 96 geraken, maar dat heeft geen nut. Dus dit was het eind. Eigenlijk nog een mooie samenstelling met Muller, Royce, Forsberger, Ribéry, Messi. Games in het midden. Dan uh, Carvajal, Di Naldo ter Stegen. En nu noemt deze jongen nu weer Philippe Max in het team. Ik laat dat zo staan. Misschien dat ik ooit die match nog wel eens speel op mijn eentje. Maar niet op de channel. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. We hebben drie drafts samengesteld in deze match. Qua wedstrijden was, was het natuurlijk 0,0. Maar dan nog tot de volgende keer, jongens. Please a like, comment als jullie ervan hebben genoten. En FIFA 18 Ultimate Team komt niet meer terug. Ciao.